Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M. Fuck you! Zie je? Filmscènes zijn soms zo episch of ongeloofwaardig dat je je afvraagt, kan dit wel? De gierige gasten gaan voor jou de meest bizarre, extreme en ronduit belachelijke experimenten aan om dit uit te zoeken. En dat doen ze voor jou, zodat jij dit hoeft te doen. Kijk eens jongens. Hey. Wat is dit? Dat is, die ken je nog niet, hè? Dat is een brownie. Oké. Maar goed, weer een nieuwe aflevering. Een nieuwe aflevering, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan weer een filmbussen samen met M&M's. Zo benieuwd wat het deze week weer wordt. Ja, zullen we even kijken wat het gaat worden? In Gone in 60 Seconds zien we hoe een beruchte bende in Long Beach in korte tijd zoveel mogelijk auto's probeert te stelen. De bende presteert onder hoge druk en uiteindelijk lukt het ze om een van de meest waardevolle auto's te stelen. De Shelby Mustang. Lukt het jullie om binnen 60 seconden zonder autosleutel een auto te stelen? Oké, jongens, Gone in 60 Seconds. Ja, die film is 21 jaar oud. Ja. Ik denk dat er in autobeveiligingstechnologie wel wat veranderd is. Dus ze hebben nu allemaal, volgens mij, van die zwaar beveiligde digitale systemen, als ik Tesla mag geloven. Elektrisch, ja, alles. Ja, dat is misschien wel wat moeilijker geworden. En is het überhaupt wel mogelijk? Dat is natuurlijk de vraag. In 60 seconden. Ja, maar goed, we moeten gewoon vandaag een auto proberen te jatten. Ja. Dus dat gaat flink lastig worden. En daarom hebben we de hulp van een expert. En hij heet Guido. Ja, hij is geen autodief. Maar hij beveiligt alleen auto's. Ja, dus misschien weet hij ook wel een beetje wat over auto's stelen als hij het beveiligt. Mag het hopen? Ik wel. Okay. Zullen we het babbelen? Hey Guido! Hey Guido! Voorheren! Boom! Kijk eens. Hey, man. Is het lekker? Guido, jij bent een expert op het gebied van het beveiligen van auto's. Nou is Gone in 60 Seconds wel een beetje een oude film, hè? 2000. Dus hoe zit het precies met die auto's van nu? Hoe zijn die beveiligd? Als ik kijk naar hoe het toen ging en nu, dan is dat echt een wereld van verschil. Vroeger kon je dus echt met een paar van die draadjes tegen elkaar aan, kon je een auto starten. Ja, wat je in die films ziet, inderdaad, dan kon je gewoon starten door eventjes een plus en een min. En dan maakte je een sluitertje en dan startte die. Tegenwoordig is een auto altijd standaard voorzien van een startblokkering. Dus dat gaat niet meer op die manier. Maar is het logisch dat wij vandaag in één dag leren hoe je die draadjes tegen elkaar aanhoudt? Ik sluit het niet uit. Ik beroep me op iets veigerecht, hè? Ja. Maar bij een auto van pak een beetje bijvoorbeeld het jaar 2000, zou het misschien nog wel kunnen. Als je wat wilt proberen, dan zou ik het wel met een auto van dat bouwjaar proberen. Okay. Ja. Dus conclusie, denk jij dat het ons gaat lukken om eventueel een oude auto vandaag te stelen? Een beetje, als ik het zo inschat, denk ik wel dat het goed komt. Maar denk, de handvraag is, gaat het ons lukken om een oude auto te stelen in 60 seconden? Met een koevoetflipper bijvoorbeeld? En de baksteen? 110, 120, 30. Anders gaan we nergens heen. Ik vind het een mooie uitdaging. Respect als het lukt. Ik ben benieuwd. Box. Dankjewel. We gaan hem aan. Cheers. Dankjewel voor de tips. Het advies. Ja. Doei. Tony. Jo. Wij hebben hulp nodig. Wij moeten namelijk een hele oude auto gaan stelen. We hebben begrepen dat jij nog wel wat tips hebt. Om hem open te krijgen. Om open te krijgen. Nou, dat is stap 1. Dan hebben we wat spulletjes bij. Deze bijvoorbeeld. Een keer oppompen. Ja. En dan een keer tussen de deurstijlen hier tussen zitten. En dan buigt hij hem een stukje open. En dan kun je er met een haakje of een schroevendraaier een keer proberen bij het knopje te komen om hem open te maken. Nee, joh. Ja, joh. Zo makkelijk. Zo makkelijk. We gaan het proberen. Zo tussen. Ja, gaan we opblazen. Knijpen. Maar ik denk altijd dat echt met heel veel geweld gebeurt. Oh, ik kan er naar binnen kijken. Ik kan er naar binnen kijken. Zo voor okay. Nee, we hebben maar 10 seconden, jongens. Ja. 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 Nee. Gewoon even bijbuigen dat hij even strakker doet eromheen. Kijk eens. Hoppatee, extra pompie. Oh, dit is top. Hier ben ik er weer goed in. Let op. Let op. Oh, mijn eilers gaat het nu fietsen. We gaan dit nu timen. 60 seconden. 3, 2, 1. Actie. Dan kreeg je dit allemaal cadeau, hè? 5 seconden. 6, 7, 8. Spannend, man.
Oh, hallo. Hij heeft hem. Oh jee. Oh jee. Tijd gevonden. Ja, de laatste 10 seconden zijn ingegaan. Ik weet hoe slecht tegen verlies kan, dus dit moet pijn doen. 3, 2, 1. Ai. Wat zijn we aan het doen? Meneertje koekenpeertje. Het is gewoon heel lastig, dat snappen jullie niet. Laat me dan ook even proberen. Laat me het dan ook even proberen, inderdaad. Nee, maar jullie kunnen het zo doen. Oké, kutje op. Dan gaat het voor jou meestal fout, maar... Ja, dat weet ik. Fuck you! Dit is wel de manier om binnen te komen. Ja, dat vind ik. Dat zei ik ook. Dit maakt de escape wel lastiger. Maar je bent nog steeds niet binnen. Mochten we het überhaupt doen? Kun je nog terug? Nee, we kunnen niet meer terug. Kom, we trappen het door ook. Zet je onder de bibs? Ik vind het kinderachtig wat jullie doen. Zet je onder de bibs? Oh. Jezus, Joost. Probeer een auto te stelen. Ik heb gehoord dat links achter altijd het meest zwakke ruitje is. Jongens, heb je nou geen vertrouwen in mij? Ja, je ziet echt dat ruitje... Zie je? Die is heel zwak. Nou, alsjeblieft. Nee, nu moet je nog die kabeltjes eronder uittrekken en starten. In de film trekt ze het gewoon in één keer heel hard eruit. Zo één ruk, tats. Ja. Ja, lukt het? Jongens. Er staat hier een professional, hè? Martijn, staat hier een professional? Ik weet niet wie ik ben. Kom eens even hier. We krijgen even een masterclass. Kut. Oké, nog een ronde. Nog een ronde. Oké, wat hebben we hier? Dit is een contactslot. Ja. Deze bedrading, die moet je doorverbinden. Ja. Dus dit zit normaal in een borst, loopt er door, knip je hem door. Ja. En dan maak je die stukjes even bloot, dat het contact maakt. En dit is echt zoals in de film. Dat is echt zo. Tegen elkaar aan. Ja, dan start er gewoon. Start de motor en dan kan je gaan. Ik ken iemand met een oude auto. Bram. Dat is wel waar, die heeft een Twingo. Zijn wij bereid om een boze Bram hiervoor terug te krijgen? Nee. Alles voor de bast. Alles voor de bast. We gaan het hier niet vragen van tevoren. Nee, dit gaan we gewoon doen. Hallo. Ja, dat vind ik ook. Maar moeten we hier niet verder oefenen hierop? Ik wil wel even weten hoe dat eruit ziet. Ja, Joost. Ja, trek het ding eraf. Trek het ding eraf. Oké, ik heb hier een knijpzaam. Jeus, zie je die cinemabalken in één keer in beeld? Wow. Lijkt net een echte film. Oké, cool, kijken. Oké. We've got 40 seconds. Gefixt. Not our friend at the moment. Motherfucker, jij bloed. Wiz. Sukkel. Je hebt die DNA. DNA, don't zit er niet meer in 2000, hè? Maar als je nog geen DNA hadden. Alles is doorgeknipt. Alles is doorgeknipt. Alles is doorgeknipt. Oh my god, ik bloed ook. Ik ook. Een tipje. Zal ik jou een tipje kunnen geven? Oh. Kijk, dit is van de richtingaanwijzer en zo wat je door hebt geknipt en van de klakson. En dit is allemaal niet belangrijk. Okay. Het gaat om deze die hier zit. Bij deze kom je er een beetje kut bij ook toevallig. Die moet je hebben. Die moet knippen. Deze. Maar werkt deze engine überhaupt? Dat weet ik ook niet. Oh, ik krijg een nee. Dus wat zijn we hier aan het doen dan? De engine doet het sowieso niet. Nee, dus, maar die van Bram dus wel. Maar ik heb ook wel het gevoel dat we iets meer geleerd hebben. Ja, ik ga met meer zelfvertrouwen straks de auto van Bram slopen. Ja, meer zin. Dus wat gaan we doen? Laten we Bram de auto slopen. Oké, kom. Onder het mom van Filmbusters. Ja, nou, wij hebben even een rondje net gelopen hier op de parkeerplaats. En de auto is gevonden, dus wat mij betreft is dit de moment of truth. Ja, we hebben nog even kort gehad over hoe we omgaan met Bram's auto. Daar denken we allemaal anders over, maar klopt. Laat het inderdaad proberen netjes op de juiste manier te doen en zo min mogelijk schade aan de auto achterlaten. Want het is natuurlijk ook als we hem weer willen verkopen, is het natuurlijk zonde als alles. Maar als de tijd dringt, dan knal je die. Ja, we hebben 6 seconden. 6 seconden inderdaad. Dus we beginnen gewoon even netjes. Daarna, als dat niet lukt, dan harde handen. Ja, nou, hier staat hij dus. Hier staat hij, ja. Dit is hem. Joch, wat we over. Oké. Rustig. De kijker die denkt nu waarschijnlijk, oh, het is helemaal niet echt de auto van Bram. Of, oh, hij weet dit, bla bla bla. Beide gevallen is niet waar, hij weet het niet. En ja, dit is echt de auto. Ik ga gewoon met hem facetimen terwijl zijn auto wordt gestolen. Ja, dat is net te gek, hè? Is dat leuk? Ja, dat is leuk. Hey man, kijk, 3, 2, 1, go. Wacht. Tijd gaat nu in. Ja. Ben jij met de auto naar kantoor? Is dit jouw auto? Grammen. Niels, mag ik? Grammen. Die zijn we aan de
Oké, go, 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 naar binnen, naar binnen, naar binnen. Leg dat ding open dan. Probeer je auto te stelen. Van Filmbusters. Probeer deze. Doe boven. Dit is je kenteken, toch? Ik heb dit. Oh, shit. Nee. Hoe lang heb je nog? Geef koevoet. Iets. Dit is jouw auto niet? 7K RD. Nee. Ja, je lukt. Wat is deze auto? Is de tijd op? De tijd is op. Oh, gozer, ja. Het is wel je auto. Nou, je hebt het gezien. Het was Joost en Martijn, hè? Ik heb hier niks mee te maken. Ik was het sowieso. Zo, nu ben ik ook nog een beetje medeplichtig. Maar wees blij. We hadden hem eigenlijk echt moeten stelen. En dan hadden we nog een paar draadjes moeten doorknippen. En zover waren deze fuck-ups niet gekomen. Dus als ik het zo terug bekijk, heeft het niet zo heel veel zin gehad. Ik vind het wel jammer. Ik kan me voorstellen. Ja. Kan me voorstellen. Maar het was wel voor de wetenschap. Nou jongens, de eindconclusie. Kan je inbreken in de auto? Ja. Ja. Dat kan wel. Echt fucking makkelijk. Kun je een auto stelen binnen 60 seconden? Wij niet. Nee, wij niet. Nee, en zonder uitleesapparatuur die de zware criminelen gebruiken, kunnen wij dat gewoon niet. Zoals ze dat in Gone in 60 Seconds deden. Nee. Helaas. Dus, is de film gebust? Ja. 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 Keihard gebust. Ja. Gebust. Het is nep. Nicolas Cage, je bent fake. Fucking fake. En jij maar M&M's. Ja. Oh. Lekker pik. De film is gebust. De ruit is gebusten. Busted. Dus, dit is een hele mooie conclusie van het seizoen. Zeker. Ja. Dit was hem dan. We hebben nog wel een hele mooie winactie. Je maakt kans op een M&M's filmprijzenpakket. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is in de comments laten weten wat het sufst is wat jij ooit hebt gejat. Daar zijn we namelijk super nieuw naar, toch? Zeker. Ik denk dat ze massaal gaan commenten nu. Ik weet het zeker. Bram, wat is het sufste wat jij uit gejat hebt? Tot volgende week. Filmbusters werd mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M.